lieve vrienden. Ja, ben er weer. Maar nog niet helemaal, nee. Ik zit met mijn hoofd nog in Den Haag. Ja, en ze reageert niet op de medicatie, heb ik al te horen gekregen. Dus ze moet nog een nachtje blijven. Helaas, pindakaas, maar het is nou eenmaal zo. Ik zit er toch wel over in. Ik heb vannacht ook amper een oog dicht gedaan. En toen ik in mijn slaap viel, was het rond een uur of 7. En toen werd ik wakker met knallende koppijn. En het is nou ook, die klok loopt gek. Het is 14:36. En ik ben net beneden. Ja. Maar oké, ik kan het pret niet drukken. Gewoon je vrolijk sokkel buiten geweest. Dus die heeft ook zijn behoefte. En al zo dat is opgeruimd. Ook voor gisteren, want ja, dat doet Astrid weer niet. En Kandalf is ook binnen. Eowyn, nou, die is uiteraard binnen. Oh, die zit achter de bank, zie ik. Ja. Ik weet niet of jullie haar kunnen zien bij de plant. Dus ja, ik ga straks even weg. Daar mijn telefoon nog steeds niet doet wat ik wil. En ik moet even iets kopen wat op mijn afstandsbediening werkt. Want ik zat gisteravond, tenminste vannacht, ineens zonder licht. Ja, tenminste, dat deed het wel, de hoek. De planten in de hoekland daar. Maar dat was allemaal uit. Wow. Ga je zoeken en dan kom je er snel genoeg achter. Dacht ik dat de lampen waren. Ik denk, ja hallo, ineens dat allemaal kapot. Nou, die bleef trouwens. Het bleef ook niet branden, dat ging ook onderuit, ja. Dus, stop omhoog gehaald weer, dat knoppie. Dat deed hij nog niet. En toen keek ik van ja, waarom doe je het niet? Dacht ik, hier is lampie. Dus makkelijk de lampje verwisselen waar ik bij kan. Toen deed hij het nog niet. En toen ging ik achter de televisie en op de grond kijken. Ja, die waren uit. Ik dacht, oké, moet daar nieuw voor aan, maar ik heb het wel al weten te kunnen regelen, maar mocht het weer gebeuren, heb ik geen vervanging meer. Nou had ik nog vervanging. Dus dan moet ik even kijken bij Big Bazaar. En anders moet ik toch wachten tot andere week. Dan moet ik helemaal naar het Raflijncentrum. Naar de Accio. Ja, ik zit te knoeien met mijn kettingen. Ik zit iedere keer mijn strikje vast. Maar oké, dan moet ik naar Accio. En daar ga ik nou geen zin in, want mijn hoofdpijn dat bonkt nog. Ondanks dat ik vrolijk eruit zie. Mijn hoofd, nou dat wil jij niet hebben, dat hoort dat inwendig, dat kaboom, 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 echt niet. Maar oké, kan de pret niet drukken, we gaan door met die banaan, even kant al van de kant. Kijk, ik zal jullie laten zien wat ik bedoel. Deze apparaat moet nieuwe voor hebben. Krijg je automatisch die er weer bij, maar deze doet het wel. En ik heb er alleen, maar ja, je krijgt hem er automatisch bij. Bij zo'n doosje waar dit allemaal in zit. Hier, ik zit er hier 3 geloof ik van in. En dan van de AB zitten er 2 van in. Dus ja, nou deze is stuk. Dus ja, die kan ik weggooien. Ik kan er toch niet bij, want die doet het niet meer. En het is allemaal tegenwoordig geperst materiaal. Dus je kan niet meer aankomen, want het is een stuk om het te leren, weet je wel. Maar nee, gaat niet meer. Dus ja, boeien, lekker belangrijk, gaat de vuilnisbak in. Zo is dat. Dus ik sluit deze even af en dan kom straks wel weer het roer als ik thuis ben. Ik zou zeggen, tot strakjes. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis en ik heb knallende hoofdpijn. Maar ja, het wil niet over, het wil niet zakken, het is erg geworden. Ja, dat ik kijk scheel van de ellende. Maar ik heb wel hetgene gedaan wat ik moest doen. Het is al met al nu 16:54. Ik heb boodschappen gedaan. En ik ga nu een bakje koffie maken. Ook heb ik een Bounty mee, dus ja, het zal niet zo, hè. En dan ga ik, dat doe ik vandaag niet meer, want ik ben al te zat. Ik ga de boodschappen wel opruimen. Ik zou dat eigenlijk veranderen, maar dat doe ik morgen wel.
Ik heb Karen en Roderick aan de telefoon gehad, allebei tegelijk. Karen die had samengevoegd. Dus ja, ze is natuurlijk nog steeds de van die morfine die zij vanochtend in heeft moeten nemen, is nog niet uitgewerkt. En, maar ja, als het uitgewerkt is, dan kennen ze pas zien wat ze doet, hoe het gaat, etc. Maar ja, we hopen dus dat natuurlijk dat ze morgen naar huis toe mag. Maar dat zien we wel en anders weer maandag. Ja, het is tegenwoordig allemaal zo vreemd, want je wordt nou ook in de weekenden opgeroepen als je dus patiënt bent, maar niet in het ziekenhuis hoeft te leggen. Nou, kom zaterdag maar terug, dan kijken we eventjes, hè? Nou, dat was vroeger zo niet. Dat was alleen nog in de weekend, door de week. Maar ja, nu is het ook in het weekend. Stel je voor dat je in het weekend weg wil. Ha! Kan je niet. Maar oké, ik ga een bakje koffie maken en ik zeg tot straks. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Het is vandaag zondag 21 oktober en het is 13:39. Ik ga zo meteen een vlog naar YouTube brengen. En ik ben blij. Want Karen is weer thuis. Ja, toppie. Helemaal geweldig. Ik zet nog één draai in. Weet ik niet. Zo'n slangetje waar het vocht van de wond uitloopt. Weet je wel? Nou, drain. Een drain, geloof ik, ja. Die heeft er nou nog maar één. En het gaat goed. Dus ze is nou lekker thuis. En dan wordt ze lekker verwend door haar ventje. Dus dat komt allemaal alweer goed. De hondjes zijn bovenwonder heel rustig naar haar toe. En de poesjebeestjes die willen niks van de weten. Maar ja, maakt niet uit. Ik heb koffie staan en niet één kopje, maar twee kopjes, want onze Astrid die is hier, die staat buiten even te roken. En ja, gezellig. En ondanks dat het gezellig is, vlieg ik toch tegen de ramen op, want ik ga dat raam proberen te lappen van de keuken, want ik heb wat gekocht. Waar heb ik dat? Dat heb ik hier, heb ik gisteren gekocht. En dat is zo'n een spinnenweb met spinnetjes en die wil ik voor mijn raam hangen. Vind ik leuk, ja. Eens een heks, altijd een heks, toch? Ja. En dan zijn we met twee heksen bij elkaar. Ja, want Astrid is net zo goed als ik ook een heks, maar wel de goede heks hoor. Ja, wij zijn de witte heksen. Ik ben wel in zwart gekleed, maar oké, dat doet er niet toe. Nee, dat is ook gothic. Ja, daar ben ik ook gek van. Dus, koud schat, moet je ook een jasje aan doen. Ben wel wat gewend. Oké, nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Gisteren had ik trouwens niet afgesloten. Vergeten, te moe, talendig, niet in orde zijn. Dus ja, we plakken gewoon de zondag eraan vast. Vind je het goed? Ik wel, dus jij ook. Ja, lieve vrienden, het raam is al gedaan. De trap die staat hier achter me. En het raam is schoon. En wie heeft dat gedaan? Ik niet, nee. Astrid, ja. Zo lief is zij. Ja, niet te bevatten. Maar het is een schatje. Echt waar. Dankjewel, schat. Ja, en dan gaan we nou eerst weer aan de koffie. En dan ga ik eventjes tussendoor even kijken hoe het met die spinnenweb moet. Want dat heb ik ook nog nooit gedaan. En zij ook niet. Dus dat gaan we weer met z'n tweetjes even zien te bewogelen. Als die hangt, laat ik het jullie weer zien. Tot straks. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer. Astrid is er ook nog steeds. Die heeft geholpen. Maar het is niet geworden zoals het behoort te zijn. Nee, want het ging allemaal stuk. Het lijkt verdorie wel wat en of zoiets. Het was dubbel. Ik vind niks. Maar kijk zelf maar. Het is een stuk gegaan zoals jullie zien. Dus dit is eens maar nooit weer. Ik baal er vreselijk van. Maar de spinnetjes die ga ik eruit halen als het afgelopen is en de rest gooi ik weg. En dan
doe ik het andere jaar geen spinnenweb, maar gewoon bij wijze van spreken het bloedcafé die kant op of weet ik veel, die andere leuke dingen hangen er wel op. Ja hoor, we zien wel wat we gaan doen. Maar in ieder geval, wat is je meisje? Wat is je schat? Oh ja, is dat zo? Oh, is dat zo meisje? Oh ja, nou dan. Nou, ze hebben weer heel wat te vertellen. Ja. Onze Eowyn, hè? Ja. Nou, oké, lieve vrienden, ik ga een bakje koffie maken. Ik denk dat Astrid ook nog wel eentje lust. Ja, dat kan ik zo, dus dat komt goed. Ze zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer eventjes. Ja, Frodo heeft zijn melkkor weer om. Reden? Meneer die zat weer aan zichzelf te knauwen en te doen, te bloeden van toe. Dus krijgt hij weer een uur een melkkorven. Ja, hé. Hey. Hallo? Nee, krijg je een kusje? Nou, dan niet. Ja, het is triest weer. Het is al droog. Het is triest, het is koud. Er is niks aan. Ik heb de kachel aangedaan, maar dat is nou 22 graden, maar ik vind het nog koud. Ik zit gewoon te rillen. Dat, ja, straks zet ik nog 23. Ja hoor, ik vind het niet lekker. Nee, we zijn aan het werk geweest, ik met Astrid. En ja, als je aan het werk bent, dan word je wel warm, maar je zit stil en dan word je koud. Ja, er is echt niks aan. Nee, echt niet hoor. Nee, nee. Ik zeg het niet. Jullie wel? Nou, ik niet hoor. Nee. Ik vind er niks aan. Nee, en die spinnenweb, ik vind er ook niks aan. Dus, ik denk dat ik andere week wat anders koop hoor, want dit vind ik niks. Ik vind geen gezicht. Dan gaat het maar weer weg en dan, ik laat het nou hangen en als ik weer bij Big Bazaar kom, dan haal ik wel wat leuke dingetjes, ja. Dan haal ik dit weer weg. Nee, ik vind niks. Maar ja, je hebt toch wat voor je raam. Toch? Ja. Oké, ik ga koffie maken en ik pak wat lekkers erbij. En ik zit op Facebook. Dus zoek je me op Facebook. Corina Luisterburg de Jong is de naam. En je bent overal welkom in alle groepen. Maar je moet wel 50 wezen. Vanaf 50 jaar. Als je op de 50 plus wil. Ja, anders kom je er niet in hoor. Nee, gaat niet gebeuren. Dus, maar ja, we gaan vrolijk door. Of we nou willen of niet. Ik ben ook vrolijk, enkel ik ben koud. Ja, ik ben vandaag vrolijker dan anders. Ja, maar ik heb het wel koud. Maar ik ben blij ook, omdat Karin weer thuis is, hè. Ja nou, Karin is thuis, hè. Hey. Ja toch, meisje. Hey. Ja hè, oh goeie dikkie doosje. Ja nou. Ja nou, schat. Oh, goeie. Maar oké, ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie dag. En ik zeg, tot straks. Zo, lieve vrienden. Ja, het is alweer avond. En meneer, ja, heeft een klein beetje snut door zijn brokjes gehad. Laatst de rest van zijn brokjes gaat niet veel meer. Maar dat doet er niet toe. En die meneer die daar zit, die heeft ook de slekken gehad. Maar hij had er zijn neus eigenlijk op. Maar twee liedjes genomen en toen liep hij erbij weg. Zij lust het niet. Dus ja, dan blijft er niks over, hè? Nee, echt niet. Maar ja, dat doet er niet toe, hoor. Nee, dan gaan we weer vrolijk verder. Ja, toch? Ik heb ook mijn buikje vol. Enkel dat is al wel laat. Ik weet enkel niet hoe laat. Nee, je komt er niet meer uit. Het is 12 minuten over 8. Ja, en het is nog steeds op zondag. 21 oktober. Ik ben heel trots op Karin. Want die heeft gewandeld. Ja. Ze is aan de wandel geweest. Ze heeft wel een rolstoel te huur. Maar ze heeft achter de rolstoel gelopen. Naar een winkelcentrum toe. En in die winkelcentrum heeft ze in de rolstoel gezeten. Tot aan huis. Dus, toppie! Ja, ja. Jij moet niet zo zeuren, meneertje Jodokus.
Nee, jij ook niet. Nee, niet terug. Nee. Maar oké, lieve vrienden. Geniet verder van jullie avond. Voor later wel trusten en lekker slapen. Ook gezond weer op. En ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. Morgen is weer maandag. Morgenochtend, als alles goed gaat, krijg ik mijn persoonlijke begeleider weer. En morgenmiddag komt Astrid weer. Die is vandaag ook geweest. Die komt morgenmiddag weer. Gezellig, ja. En we zien wel wat de dag ons verder gaat brengen. En ik ga in ieder geval deze vlog in elkaar zetten. Ja, ik zou zeggen, tot later.